maandagavond. We hebben twee leuke dames hier live in de studio. En dat is Sadhana Lila en Debbie Dillon. Zoveel energie hier in de studio. Ik heb het warm. We hebben het allemaal warm hier. De energie dat uit Debbie komt. Debbie, nogmaals welkom in de show. Sadhana, welkom in de show. Het is al 10 uur in de... We zijn nu... Dit is showcase. Tot middernacht zijn we live in de uitzending. Maar de dames zullen niet tot middernacht hier zijn. Maar we gaan nog even dat extraatje uit ze halen. Debbie, we gaan terug naar jou. Je hebt ambitie. Ja, klopt. Je hebt een voorbeeld. Is er iemand die jou inspireert? Heb je een voorbeeldfiguur? Ja, Jennifer Lopez. Ik vind, zij... Ik was 2 of 3 weken geleden ben ik naar een concert toe geweest. Ja. En dat ik stond echt bijna voor haar en dat ik haar zo krachtig op het podium zie staan. Dat denk ik echt van, dat kan ik ook gewoon bereiken. Door gewoon te streven naar mijn doel en gewoon... te blijven vechten naar wat ik wil bereiken, zeg maar. Dus je bent een vechter. Je bent een dame die echt voor je bent bereid om, hoe zal ik het zeggen, muren te breken. Hoe kan je dat voor? Over lijken te gaan. Ja, precies. Maar negatief bedoeld. Maar je bent een dame die gewoon je wil je doel bereiken, ja, ten koste van wat. Is er ook in het team bij de dames, is er ook nog een concurrentiestrijd of help je, is er een ondersteuning, samen zijn, samenwerking, concurrentie? Ja. Nou, iedereen, tot zover is er nog geen één bitchfight geweest. Iedereen gaat echt heel erg leuk met elkaar om. Okay, maar en toch is er concurrentie. Iedereen ja, wil, toch, iedereen... toch voel je, ja, je merkt gewoon dat er is gewoon concurrentie, dat is gewoon zo. Want we zijn 20 knappe dames, iedereen heeft zijn talenten. Ik heb een stukje gepubliceerd, was dit mijn Garden of Eden? Ja, klopt, ik heb het gezien. Want ik kon het zelf niet verwoorden, ik was zo zenuwachtig. De Garden of Eden was... Ja, klopt. Daarom, iedereen heeft een positief iets in zich zitten. Ja. En dat probeert hij ook te uiten tijdens de trainingen. Maar ja... Iedereen gaat tot nu toe leuk met elkaar om, maar ik blijf gewoon, ik heb gewoon in mijn achterhoofd zitten van ik moet de titel behalen. Dus alles leuk en aardig, maar tijdens de trainingen ben ik serieus en ik doe echt mijn uiterste best. En heb je daar nog hulp bij nodig? Of krijg je de juiste coaching, de juiste training? Ja, onze kettlebell coach die geeft echt hele goede feedback. En dat is, wie is dat? Lyron. Okay. Lyron Jamil. En die haalt echt gewoon een mis uit je. Wie zijn die mensen die achter de schermen jullie helpen? Je mag zo bij namen noemen. Ja, Charla en ja. Jimmy. Dat zijn zeg maar de mensen van de organisatie. En Ritu, die begeleidt hun. En die helpt ons ook backstage altijd, zeg maar. Dus met hun hebben we echt te maken. En hun ondersteunen ons ook echt. Oké, want we gaan dadelijk Charla bellen. Je hebt haar mobiel nummer, dus we gaan haar dadelijk even bellen, haar ook in het programma halen. Ja. Wil je nog iets toevoegen om toch die stem binnen te halen? Het is februari, is de finale, dus ik denk dat ik jullie in een selectief groepje, dat ik jullie misschien in januari weer terughaal. Ja. Dan hebben jullie al, weten jullie precies meer wat... Meer ervaring en zo. Klopt, meer ervaring, maar over het introductie, dat gesprek, heb je gewoon. Daar heb je geen training meer voor nodig. Maar dat we toch... Ja, dat er toch een paar dames gewoon uit het team uitnodigen om weer hier in de studio, dat we gewoon een leuke programma presenteren. Ja. Heb je nog een slotwoord? Heb je nog iets toe te voegen? Ja, iedereen stem op mij. Dat kan dus via Facebook, Debbie Dillon. En dan moet je op de poll klikken en dan op vote gewoon. Doneer alsjeblieft voor de Angel Foundation. Die meisjes hebben het hart, die hebben gewoon hard nodig. Is er ook een link van Angel Foundation? Dat men ook gaan kijken? Wat ja, er als je op missindiaholland.net klikt, dan staat er ook goede doel. En dan het goede doel van 2012 is dus de Angel Foundation. Daar staat alle informatie over dit goede doel. En bij contact staat dus ook bankrekeningnummer. En daarna kan je een donatie doen. Debbie, dankjewel. Ik hoop dat je bedankt. Graag gedaan. Ik hoop dat je dat mag winnen. Dat ik jou een dag later ontmoet, want dat zal een hectische dag zijn. Dan kom ik weer langs. Ik verheug me om jou weer hier te ontvangen. Hopelijk tot snel. We gaan nu naar een track luisteren, Chamak Chalo. En in de tussentijd gaan we Charla even opbellen. Ja, kijk of ze goed. Bereid is om in de show te komen. Ja. Ik ga graag alleen. Of heb je een slechte ontvang thuis? Ja, hartstikke goed. Of waar je nu bent? Ja, het is nog een tang, weet je. Ja. Rabat is er nu. Oh, zo leuk! Tere di dagua. Het is inmiddels al 9:50 op de maandagavond. Sadhana, je bent weer in de show. Debbie hebben we net gehad. Debbie heeft een verhaal verteld. Ze krijgt dadelijk weer de gelegenheid om haar slotwoordje te doen. Als ik dit draait.
Wat gebeurt er met jouw sadhana? Wauw, ik krijg weer helemaal kriebels in mijn buik gewoon, joh. Dat, ik heb me best wel... Niet dat ik jaloers ben, maar ik heb mijn kansje gemist. De hele dag was ik in Ahoy. Alles met de techniek opzetten en alles. Ik dacht van, ja, ik ga foto met die man maken. Einde van de show dacht ik van, ja, ik ga nu naar boven. Ik kwam er niet aan toe. En wat zie ik voorbij komen? Footage van jou met hem bij de airport. En ja, alles. Echt niet normaal, joh. Hij was zo down to earth en... Ik heb echt een vriendschapje met hem opgebouwd. Ik heb nog steeds contact met hem. Ja, zijn optreden, zijn show, dat was gewoon magisch. Ik heb van de show genoten. Het was een heel hectische dag voor ons. We zijn vroeg begonnen met opbouwen. Maar jij hebt hem van dichtbij ontmoet. Ik denk dat er miljoenen vrouwen, fans, gewoon jaloers op je zijn. Nee, dat meen ik echt. Ja, ik kon het zelf ook niet geloven. Hij was gewoon zo nuchter, zo vriendelijk. En ik heb hem ook verteld dat ik zelf muzikant ben en hij heeft mijn nummers beluisterd en heeft me complimenten gegeven. Maar ja, heeft hij gezegd van, joh, zullen we een keer een duet doen? Of bedoel, heeft hij dan een voorstel? Want je hebt zijn telefoonnummer, je kan hem ja, zijn dat, ja, daar kan ik helaas nog niet te veel over vertellen. Maar er komt iets aan, er komt een misschien, internationale doorbraak. Misschien, ik mag het hopen. Nou ja, als het ja, met of zonder zijn steun, ik hoop het wel. Maar ja, ik weet niet, hij is hartstikke goed bezig. Ik heb echt genoten van zijn show. Het is een van mijn grootste inspiratiebronnen geworden. Ik heb net een stukje gemist, je had het over zijn persoonlijkheid. Mm-hmm. Hoe is hij als mens? Ja, zo down to earth, joh. Dan denk ik van, jij bent een wereldster, weet je wel. Ja. Mensen betalen gewoon zoveel geld om jou van dichtbij te zien. En dan ik weet nog dat ik na de show onderweg was naar huis. En toen zag ik ineens een nummer staan. Ik had hem een visitekaartje gegeven. En het was een plus 91 nummer, dus ik dacht India, weet je wel. Als ik neem op, is het gewoon raar. Die belde met zijn Pakistaans nummer. Dus ik dacht van, nou, dat is toch niet normaal. En nou ja, hij wilde me bedanken. Hij vond het hartstikke leuk dat ik erbij was. Okay. En dat ik mijn werk goed heb gedaan. En ja, dat is altijd leuk om te horen. En zeker van hem. En ook niet alleen raar, je hebt ook kennis gemaakt met Atif Aslam. Ja, Atif ken ik al jaren eigenlijk. Dat is een goede vriend van me geworden. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Hij is ook heel nuchter, down to earth. De connectie is al gemaakt. Dus er is al een contact tussen jullie twee, tussen jullie drieën. Door, ja. Zij zijn de ingang, de poort tot de grote markt. Klopt, maar weet je wat nou zo raar is? Kijk, het zijn natuurlijk wereldsterren en het zijn vrienden van me geworden. En ik wil niet dat ze dan het gevoel krijgen dat ik gebruik van ze wil maken, weet nou, je wel? Nou, het is gewoon gebruik, je hebt in feite, ik neer dat ze ze nodig hebben, maar je zou graag hun diensten kunnen gebruiken. Ja, het zou zeker ze wel kunnen, ja, absoluut. Maar ik wacht gewoon liever tot hun het zelf vragen. Nou, dan moet je niet op wachten, want dan komt het nooit. Want jongens hebben het druk, dat vind je zelf. Ja, dat is wel zo, ja. Nou ja, ik ga mijn best doen. Ik ben dus gewoon al geregeld af en toe met posten van, joh, dit heb ik, luister even naar, wat zouden we samen, of kan je me verwijzen, want inderdaad, we hebben elkaar nodig. Klopt, alleen ja, ik zit natuurlijk in een hele andere muziekscene dan... Maar in India is er een markt voor. Ze dat zijn volgens mij een paar jaar geleden zijn ze begonnen met boys band. Mm-hmm. Maar en toen zijn er ook films over gemaakt, over een rockgroep en in films. Maar op een gegeven moment is het nu weer stil. Niemand praat meer erover, het is nu even van de kaart. Het was een hype, maar die kwaliteiten en kwantiteiten heb jij. En niet in India, maar hier in Nederland. Dus je zou, ik denk dat er best wel een samenwerking, collaboration kan zijn tussen Nederland en fusion, tussen India en Nederland. Dat je toch jouw ding, jouw product in India kan lanceren, want er is een markt voor. Ja, ik denk het wel. Ik heb er ook best wel veel connecties hoor. En ik wacht gewoon even af op het juiste moment. Ik wil hier ook gewoon zoveel mogelijk laten zien wat ik kan. Ik ben al bezig met Engeland natuurlijk. Ja. En dan binnenkort hopelijk ook gewoon andere landen. India het liefst. En, Amerika. Ik ben niet jaloers, maar ik ben blij dat je toch, weet je, die stap hebt gemaakt om hem te ontmoeten. De contact is geweest, de gesprekken zijn geweest. Jullie weten precies wat jullie aan elkaar hebben. En bewaar zo'n nummer goed. Ja, ga ik niet zeker iedereen doen, krijgt nummers van artiesten, dat moet ik zeggen. Ja. En niet iedereen krijgt het. Weet je, de artiesten bepalen aan wie ze hun nummer geven. Ja. Dus. Ja, ik stond er ook van te kijken, joh. Je bent gezien met zijn nummer, dus ja, wie weet, misschien open die een deurtje voor jou en dat je daar een keer... Ja, maar tegelijkertijd ben ik ook gezegend met jouw nummer, hoor. Ja, betekent ook gewoon veel voor ons, weet je. Je doet zoveel voor... Nee, maar serieus, weet je wel. Als er geen mensen waren net als jou, ja, dan zou ik hier... Dan zou ik niet zo ver zijn gekomen. Ik bedoel, van ik heb er heel veel aan gehad. Wij doen ons best, niet alleen ik, maar het is dankzij Vagon FM. Die hebben een platform gezet dat we geven iedereen alle talenten... voor de gelegenheid de kans om, doe je ding. We hebben recentheid, we hebben elkaar nodig om een markt te veroveren of te creëren. Ja. We hebben iedereen nodig, dus iedereen mag er gebruik van maken. Ja. Als je talenten hebt, we hebben geen zakkenvullers hier nodig die gewoon even een praatje komen voor, maar echt iemand die
gericht, doelgericht bezig is. Ja, en dat is wel belangrijk inderdaad, want tegenwoordig dan draait het alleen maar om geld. Alles is zo commercieel geworden en dat is wel jammer, want ja, sommige dingen zijn gewoon zo puur en niet alles draait om geld. Nee, en dat moeten we gewoon blijven stimuleren. Dankjewel. We gaan nu, Shala bellen, ik probeerde net op haar privé nummer, maar dat lukte niet. We gaan het nog een keer proberen. En tussentijd gaan we van de top weer van Rahat genieten. Yeah. 3, 2, 1, Shala, goedenavond. Goedenavond. Fijn om jou toch te kunnen bereiken door alle omstandigheden. Hoe gaat het, dame? Ik heb Debbie hier in de uitzending. Heb ik gehoord. En ze doet haar best, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nu al de mis hier naast mij zitten. Dat is mooi, gekroond door jou. Nee, ja, nog niet officieel, maar dat zal heel gauw gebeuren. Spontane dame, moet ik zeggen. Ik hoop dat alle overige 20 dames ook net zo spontaan zijn als zoals Debbie hier. Debbie is de voorbeeld voor de overige 19. Mooi. Ze zijn allemaal spontaan. Klopt. Hoe gaat het met de voorbereiding? Jij bent Charla, jij bent de dame achter de schermen of voor de schermen. Jij bent wat is jouw functie binnen de organisatie? Ik zal het even vertellen. Graag. Ik ben Charla Rambajam. Oké. Okay, ik organiseer Miss India Holland al 10 jaar in Nederland. Mm-hmm. Ik ben de voorzitter van Stichting Indian Culture Society. En ik ben National Director van Indian Princess International. Zo, dus uiteindelijk verdien jij zo'n speldje van Beatrix? Die heb ik al verdiend in 2007. Oh, nou, gefeliciteerd. Als ik de prinses of de koning hier was, dan had ik ook een speldje gegeven voor alles wat je nu gedaan hebt voor de gemeenschap. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Dat waardeer ik enorm. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Ik ga ervan uit, je hebt 20 meisjes, 20 dochters om je heen, die je moet opvoeden, ja, begeleiden, trainen. Hoe gaat het in zijn werking? Heel goed. Ze zijn echt heel erg gemotiveerd. Oké, dat is mooi. En dat bewijst maar hoe Miss India Holland al 10 jaar een podium biedt aan de dames. Mm-hmm. En ik ben ontzettend trots. En het is ook voor het eerst dat Miss India Holland ook 20 dames heeft uitgekozen. Mede omdat we ook nu in Hilversum zitten, een hele grote podium hebben. Dus veel meer dames wij een podium kunnen bieden. Klopt, want ik ben gisteren nog even gaan kijken. Op Studio 21 zal het plaatsvinden. Klopt. Dus het is een leuke accommodatie, moet ik zeggen. Ik bedoel, ja, het is toch stijlvol. Ja, het is iets anders. Ik dacht dat je zou zeggen van waarom zo ver? Maar nee. Het gaat om stijl. Kijk, je presenteert 20 mooie dames, 20 schoonheden die de gemeenschap vertegenwoordigen. En ik vind dat er ook moet een locatie zijn dat waar ze ook zichzelf daarin terug kunnen vinden. Het is een trots, het is een eer, maar stijl hoort erbij. Precies. En daar staat Miss India Holland voor. Wij proberen zoveel mogelijk dames gewoon een perfecte podium te geven. Mm-hmm. En dat ze er zelf uiteindelijk wat aan overhouden natuurlijk. Oké, dat is mooi geformuleerd. Is het nog dan een beetje hectisch om... Kijk, alle dames, je weet precies, iedereen vecht voor de titel. Mm-hmm. Voel je dat, ervaar je dat ook? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze al vanaf het begin gezegd, er is maar één kroon. Oké, dat is mooi. En er is maar één kroon. Voor mij hebben ze allemaal een kroontje, maar toevallig... Laat me zeggen, ik kan maar één kroon aanbieden en dat is gewoon puur voor de winnende mis. De dame die zich het beste presenteert straks op 9 februari in het lopen, in het communicatie, vraag en antwoord. Maar uiteindelijk zal die persoon natuurlijk het kroontje winnen. Maar ik denk dat je zelf al ideeën hebt van wie de kanshebbers zijn. Nou, eigenlijk nog niet, want we zijn... Jawel, ja. Wees een beetje eerlijk. Je hebt de 20 dames, je bent al zo lang met de 20 dames. Je zal toch... Ja, ik heb het altijd mis. Dat is mijn probleem. Oké, okay, maar er zijn toch die gevoelens is er van... Ik denk dat zij het wordt, weet je. Want omdat ik die skill, de kwaliteit, alles zie ik in haar. Alleen, ja, dat moment, dus de 9 februari is het, hè? Ja, dus het is heel moeilijk voor mij als organisatie... te zeggen van, ik vind haar en haar goed. Want mijn werk is om ze alle 20 zo goed mogelijk naar voren te brengen. Okay. En uiteindelijk zal degene die het gewoon het beste presteert... straks het kroontje gewoon krijgen. Waar kunnen de luisteraars alle informatie hierover terugvinden? Ze kunnen op www.missindiaholland.net... kunnen ze alle informatie vinden over de Miss India Holland. Mm-hmm.
Omdat en op Facebook natuurlijk, want Facebook doet het ontzettend goed. Ja, dat heb ik ook gezien. Ik heb afgelopen dagen even research daar gedaan om te kijken naar de peilingen, de reacties en alles wat er daar gebeurt. En ik moet eerlijk zeggen, het is toch best bekeken. Ja, het gaat heel goed met ons Facebook. Nou goed, kijk, we zijn een organisatie dat al heel lang bestaat natuurlijk in Nederland. En mensen weten wat wij als organisatie doen voor onze gemeenschap. Dus ik ben ontzettend blij dat we zo goed ontvangen worden. Nou, dankjewel. We zijn tijdgebonden, dus helaas moet ik het gesprek nu even afsluiten. Wat we gaan doen is, ik heb net met Debbie afgesproken, we gaan in januari gaan we een planning maken. Dan gaan we jullie weer in de studio uitnodigen tegen die tijd, want is het de hot item nu, want het gaat gebeuren, het gaat plaatsvinden. Dan maak je een selectie. Jullie zijn altijd van harte welkom hier bij ons in de studio. We plannen een dag. Maar voordat ik afsluit, wil ik toch even toch een vraag stellen. Wat is er gebeurd met de overige 10 dames of de 9 misses van de afgelopen... Die ga je allemaal op 9 februari zien. Oké, die zijn er aanwezig. Maar heb je ook een relatie, een band met hun, een communicatie met hun van hoe hun traject is verlopen? Niet met allemaal, om eerlijk te zeggen. Mm-hmm. Want een paar zijn al getrouwd inmiddels. Dus die gaan hun eigen leven op. Okay. Desalniettemin, zij hebben dat nog steeds in het vizier. Ze hebben nog steeds contact met ons. Oké. De laatste paar mensen die hebben echt wat met hun titel gedaan. Maar om op je vraag terug te komen, op 9 februari zal je al onze missen zien. Oké, en van de afgelopen jaren. De missen die komen, ondersteunen ze ook de nieuwe missen, de kandidaten die er nu zijn? Worden ze ook door de oude missen ondersteund? Ja, de meeste, althans, het zijn 3-4 missen. Ja. Die bijna elke zondag komen om de dames te ondersteunen. Oké, okay, kijk, dat is mooi. Dus de team spirit is er. De samen zijn, weet je, de klik is er. Klopt. Charla, je krijgt de gelegenheid voor het laatste zin, laatste woord. Wat wil je het publiek nu even duidelijk maken? Is jouw wat tijd nu. Wat ik graag de publiek of de gasten wil meegeven is dat Miss India een ontzettend uniek concept is in Nederland. Wij proberen events of shows als Miss India Holland op een hoog niveau te geven. Mm-hmm. Want dat is toch wel wat minder hier in Nederland. Men denkt, ik wil Miss Verkiezing Hooi. Klopt. Maar dat is ons verkiezing, is niet ik verkiezing Hooi. Het is gewoon professioneel. Wij letten echt op de locatie die wij ook uitzoeken. Ja. Want wij willen uiteindelijk, als we ook een miss hebben, dat we er wat aan hebben. En ook alle andere 20 missen. Dat ze ook op een echt podium moeten staan. En ik zeg ook altijd tegen mijn dames, er is maar één die de kroon wint, maar de andere 19. Mm-hmm. Misschien worden ze wel ontdekt bij ons in de zaal door een ander. Okay. Waarmee zij misschien nog verder kunnen in de modellenwereld, tv-wereld. Dus, en ik ben er ook nog. Charla, ik wil je bedanken voor te helpen. Ik wil je niet onderbreken, maar ik wil je bedanken voor je bijdrage. Je krijgt weer de gelegenheid om in mijn show te komen. Je mag het ook live doen. Telefonisch is ook makkelijk. Ik bedoel, wat het beste voor jou is, uitkomt. Nogmaals bedankt voor je bijdrage. En ik wens je met de dames heel veel succes. En ik hoop jullie op 9 februari 2013 te mogen zien en te genieten. Ik wil nog even één persoon ook nog bedanken dat die daar bij jou zit. En dat is Sarah Nalinon. Wacht, ik zet de dames gewoon gelijk in de uitzending. Is goed. Sadhana, jij bent nu. Je mag haar toespreken. Oh, ik hoorde niet wat ze zei. Ik had geen koptelefoon op. Wil je het nog een keer herhalen, Shala, wat je net zei? Sadhana, nog bedankt dat je Debbie hebt meegenomen. Ah, oh, geen haar dank. En een beetje hebt de weg laten zien hoe het hoort als miszijnde om zelf initiatieven te nemen om zo verder te gaan. Ah, oh, geen dank hoor. Jij hebt ons ook altijd daarin gestimuleerd, dus jij ook bedankt. Nou, leuk. Ga zo door, hè, Debbie. Het komt helemaal goed met je. Ja, Debbie hoort je net niet. We maken gebruik van één koptelefoon. Ik zet nu even de koptelefoon op. Wat zei u? Ik zeg van zet hem op, want je gaat zeker komen. Als je de spirit hebt, dan kom je er zeker. Ja, ik blijf ook strijden. Dus ik zal zoveel mogelijk mijn netwerk blijven verbreden. Helemaal goed. Ook complimenten. Dank u wel. Charla, een fijne avond en we houden contact. Dank je wel. Alsjeblieft. Doei. Oh. Dames, het is nu, we gaan nu afscheid nemen, want jullie moeten heel snel weer terug. Jeetje. Jij moet anderhalf uur moet je gaan reizen. Ja, klopt. Je hebt het laatste woord, het allerlaatste.
Ja, het allerlaatste wat ik wil zeggen is... Je bent 17 jaar jong. Ja, klopt. Ik ben 17 jaar. Ik ben de jongste van alle missen. Ja. Maar leeftijd wil niks zeggen, dus... Intelligentie en schoonheid. Klopt. Echt, het innerlijke en uiterlijke schoonheid. En ik blijf strijden en ik wil tegen alle luisteraars zeggen... Keep following your dreams. En bedankt voor het luisteren. Heb je nog een slotwoord voor Sharla? Ja, Sharla ook super bedankt. Ik ben u echt dankbaar dat u ons allemaal zo erg ondersteunt. En ik vind het gewoon een toporganisatie. Echt serieus. Ja, helemaal geweldig. Ik vond het echt super om hier te zijn. En ik vind dat je goed bezig bent. En ook ik ga door met mijn droom en met mijn netwerk te verbreden. Ook ik leer heel veel van Danny. Er zijn genoeg kansen, meisjes, dames. Er zijn genoeg kansen. Ja, the right choice, the right time. Ja, en je hebt echt geen titel te nodig om ver te komen. Ja. Dus blijf zoals Debbie al zei, je droom achterna gaan. En ooit kom je er wel. Dankjewel voor jullie investering. Tijd is een investering dat jullie hier zijn. Ik zal zorgen dat jullie weer veilig op locatie zijn om te vertrekken. Ja. We gaan nu. Luister, als jullie gaan nu genieten van een dit is een non-stop programma. Waar over 3 kwartier ben ik weer terug en dan pak ik het programma weer op. Ja, thank you. Dankjewel. Yes. Doei. Doeg. Alright! Yeah, kom, daar gaan we. Oh jeetje, zo, wat is het snel gegaan? Super bedankt dat je me hierheen hebt meegebracht. En dankzij jou ben ik in de studio. Ja, was een leuke show. Een leuke show. Ja, zeker. Was helemaal top. En hopelijk snel weer. Tot ziens. Doeg!